Ja, wat heb je moeten doen om lid te worden van Comedy Train? Een heel ordinaire auditie doen. Ik zat toen op de Academie voor Kleinkunst. Ja. En toen hadden wij besloten om één keer met onze klas, om hier een keer op te treden. Omdat we dat leuk vonden. En toen zat hier iemand van de comedians die tegen mij zei, volgens mij is het leuk als je auditie doet. Waarom? Waarom heb je dat gezegd? Heeft hij dat gezegd? Waarom hij dat gezegd heeft? Nee, weet je dat? Heeft hij dat nog teruggezegd? Ik bedoel, later is ik keer tegen jou gezegd van, nou, ik zag dat in jou of ik zag dat in jou. Nou, ik weet dat er iemand was die zei, die over mij zei via iemand anders, ik zou hem blind aannemen. En ik wilde toch al hier komen spelen. En toen dacht ik van, ja, nou ben ik wel gek als ik het niet doe. En wat was dat? Dat was Thomas Acda. Okay. En dat was toen nog wel echt een jeugdheld van mij. Nu niet meer? Nu is hij gewoon collega? Nou nee, maar hij speelt hier niet meer. Daarom dat ik... maar het was ook wel logisch of zo, want als je... ik keek natuurlijk bepaalde mensen en het was voor mij heel logisch om te kijken waar komen ze vandaan en welke weg hebben ze bewandeld. Ja. En dan was het voor mij heel logisch om te kijken, nou ja, de mensen die ik fijn vond om naar te kijken, dat waren mensen die een vakopleiding gedaan hadden en bij Comedy Train gezeten hadden. Dus toen dacht ik, dat is volgens mij dus een combinatie die vruchtbaar kan zijn. Wat is dan, zeg maar, het klinkt een beetje abstract, maar bijvoorbeeld stand-up is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld echt een show in elkaar zetten. Ja. Wat is dan bijvoorbeeld het specifieke wat je, ja, noem maar het geheim van stand-up. Ik bedoel, dat is toch wel iets anders dan een show, denk ik, lijkt mij. Nou, theater heeft iets meer, of kan iets meer afstand hebben. Dus waarom ik stand-up comedy nuttig vind voor theatermakers, is omdat het ontwikkelt volgens mij je gevoel voor verhoudingen. In de breedste zin van het woord. Dus het is zo naakt en duidelijk en helder dat je constant aangesproken wordt op wie ben ik nou ten opzichte van de mensen tegen wie ik het heb. En dat is in het theater, zit daar net iets meer ruimte, heb ik het gevoel. Is het dan ook soms niet, stand-up comedy, put je dat dan ook soms niet uit? Constant, zeg maar, die reflectie krijgt? Of valt het wel mee? Volgens mij lijkt me dat makkelijker. In die zin, laat ik het zo zeggen. Nee, volgens mij is dat ook een belangrijke eigenschap van de comedians. Dat je me steeds weer voedt en inspireert om weer een stukje van mezelf bloot te geven. Ik bedoel, op het scherpst van de snede spelen. Dat houdt voor mij in constant intuïtief aanvoelen. Wat moet je nu juist wel zeggen, wat moet je niet zeggen en wat ga je dus zeggen of doen. En hoe ver kan je dat doordrijven?